treintjes aan de lopende band, dus dat is gewoon leuk. De vis is nu volop aan het jagen. En het is geen monsterkabeljauw, maar dan is het leuk om met de shad te vissen. En dan laten we afzakken, want die vis die zit tussen de 40 en de 80 meter. En met de shad is het dan gewoon heel prettig om rustig af te zakken en die vis op te zoeken. En dat, ja, mijn voorkeur heeft het dan om met de shad te vissen. Ik gebruik rippelshed, oranje rippelshed, dat is de kleur die het hier op zo'n Royal heel goed doet. Daar gaan we. Dat is wel leuk, zakken hangen. Weersomstandigheden verslechteren. Meer wind, regen en sneeuw. De ervaren zeemansbenen van de expeditieleden worden op de proef gesteld. Nou, je ziet het. Het is een echte expeditie aan het worden. Met extreme omstandigheden. We hebben de vis redelijk gevonden. Helaas niet het formaat nog waar Mark echt over kan beschikken. Maar het zijn mooie kabeljauwtjes die we vangen. Merendeels mannetje. Maar ja, in principe zijn we blij, want de wind is redelijk op dit moment. En we kunnen vissen, dus
En nu maar hopen dat er een paar grotere tussendoor lopen. We hebben een paar mooie vissen gevangen van 16, 17 kilo. Dus, misschien is dit wel. Het vissen was ondanks de extreme omstandigheden succesvol. De volgende dagen helaas te veel wind. Reden genoeg om even rond te kijken en het onderkomen van de expeditie in beeld te brengen.